Als jij warme vingers wil krijgen tijdens het sporten of wil houden. Nou, doe een buff aan or, <laughs> en of een skibril erbij en klaar ben je. Super. Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over sporten in de kou. Waar moet je op letten? Wind, kou, regen het zijn niet echt de ideale omstandigheden om lekker buiten te sporten. Wat doet kou met je lichaam tijdens het sporten? En hoe? Kun je je er tegen wapenen? En zijn er eigenlijk ook gevaren? En hoe zit het eigenlijk met die koude douche of bad om je beter te laten presteren? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Joege, hey. goedemorgen. Goedemorgen Gerrit. Voel je de opwinding die jou van binnen opwarmt? Zeker. Deze aflevering komt uit op 25 november. En dat is maar liefst nog één nachtje slapen ja. tot zaterdag 26 november. Dat is morgen. En ik hoop op wind. Jij kou, hoopt op wind, wind en kou. Ja. Ja. Want morgen, voor iedereen die het gemist heeft, had je het kunnen missen, komen we samen op voormalig uh, vliegbasis Soesterberg aan de zuidkant wel te zijn, bij uh, café-restaurant Soesterdal, voor een meet-and-greet, voor een koffie. En om uh, proefjes te doen daar op die banen met wind. Leuk. Leuk. We hebben aantal leuke aanmeldingen gehad. Het wordt gewoon lekker informeel uh, samenkomen. Als het Echt heel vies weer is, blijf misschien wel gewoon binnen zitten. Gaan we lekker koffie drinken? Nou, dan nemen we de, wat we vandaag horen en al allemaal mee. nemen dan, we dat dan mee. Moet dat lukken. Ja. ja. En als je nu denkt: hé, oh, hey, wat leuk, ik heb dit helemaal gemist, ik wil ook komen. Ga dan vooral even naar slimmerpodcast.nl/slash webshop. Dan kun je voor slechts 7,50 euro een kaartje bestellen. Dan denk je: kaartje, kaartje van een kop koffie. Waarom? Nou, één, omdat we een beetje grip willen hebben op hoeveel mensen er komen. Moeten we even met Soesterdal uh, afstemmen. En omdat iedereen die komt, die krijgt de uh, eerste exemplaar van een nieuwe gadget in onze webshop. En dat is. Zullen we het gewoon vast onthullen? Is goed. Het is een hartstikke fijne, functionele, heel hard nodig in de kou. Slimmer presteren. Buff. En voor iedereen denkt: een buff. Wat is een buff? <laughs> ja. ja, dat is dus zo'n fijn, lekker lapje stof. Wat je over je nek kan doen als een soort sjaal. Wat je over je hoofd kan doen als een halve bivakmuts. Wat je op je hoofd kan doen onder je helm als, een, uh, nou, als het koud is uh, met fietsen. Heel functioneel, heel handig voor hardlopen, wielrennen, alle sporters. En uh, ja, mooi bedrukt met ons logo. Dus uh, als je morgen erbij bent, dan krijg je het eerste exemplaar. Als je denkt, ik wil zo'n ding. Ja, dan kun je hem vanaf morgen ook bestellen in de webshop. En als je dat dan wil doen met 25% korting. Kun je dat doen, Jurgen? Ik zag je niet aankomen, vriend, hè? Vriend, ja, van show, vriend van de show worden. Nou, voordat we gaan kijken naar het antwoord op de vraag... wat doet kou met ons lichaam? Waar moeten we op letten? Is het gevaarlijk? Laten we nog even een shout-out doen naar uh, de vrienden. Want ik zei het al, veel vrienden de laatste tijd erbij. Michel Weiland is vriend van de show geworden. Sens UR Sport... Dat is iemand die net zoals de autobestikkeraar denkt, weet je wat, ik ga ja, mijn uh, donatie nee. gewoon aftrekken van mijn uh, zakelijke kosten. Bij deze is het reclame. Mark de Boer, Eelco Simon, Thomas Nies. Dat is leuk, die gaan we tegenkomen, ga ik tegenkomen op Ameland bij de Adventure oh, okay. Run. En ja. uh, een mooie trailrunner is dat. Maartje, Mart Kruts uit Eindhoven. Mart heeft uh, ook bij ons in de webshop het uh, merchandise pakket groot besteld. Dus die heeft zowel het sportshirt als het uh, reguliere shirt wat ik vandaag aan heb uh, thuis liggen. En jouw boek natuurlijk. Ja. En uh, ja, over dat boek gesproken, dat viel mij op. Hè? Dat mensen dus uh, graag dat boek van Jens van Lier wilden hebben met 25% korting. <güls> Dacht ik, Nou, er is nog wel een boek met 25% korting. Het Maakbare Uur kun je allemaal bestellen bij ons. Als je vriend van de show bent. Ja, iedereen kan bestellen. Maar die korting krijg je als vriend van de show. En tot slot, shout-out naar Pieter van Waarden. Met zijn zoon Pelle, oh ja. hartstikke leuk. Die uh, gaan samen ook Rotterdam lopen. Vader en zoon. En die het. gaan uh, samen trainen. Dus uh, leuke vrienden van de show. Wil je ook bij dit legioen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/slash slimmerpodcast. En uh, sluit je aan voor slechts één uh, kop koffie in de maand. Uh, donatie, ben je ook vriend? Krijg je 25% korting. En uh, kun je mee naar uh, allerlei leuke bijkomstigheden. Goed, genoeg reclame voor onszelf. Terug naar de inhoud. Lekker koud, hè? Ja. Ja, dat, uh, dat, dat is eigenlijk deze herfst helemaal niet aan de hand. Ik las uh, de warmste oktobermaand ooit. Ja, maar Wij toch. zitten thuis uh, met de app uh, nou, om lettend in de gaten te houden hoeveel kubieke meter gas eruit gaat. Nou, ja. dat viel nog mee tot nu toe. Maar ja, je euh, weet maar nooit. Hè? Het wordt nu toch echt kouder. En ja. de vraag is: wat betekent dat eigenlijk als je gaat sporten in de kou? Ja. Waarom hebben we het hier over vandaag, joh? Omdat het toch, uh, ja, het, het valt allemaal misschien wel mee, maar onherroepelijk. Ja, af en toe is het best wel fris. Vooral s ochtends vroeg. En dat merk jij ook als jij om zeven uur op de fiets stapt. Ja. Of gaat hardlopen of noem maar op. Ja. En uh, omdat we in het verleden wel de hittekant uh, zeker hebben behandeld. Misschien wel meerdere keren. Ja. En eigenlijk de koude kant weer niet. Nee. En dan kun je zeggen: Nou ja, het is toch gewoon een, 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 een spiegel. Ik bedoel, uh, ja, alles wat bij, bij de hitte je doet, moet je juist niet doen bij de kou. Maar het zit toch allemaal best wel wat anders in elkaar. En dat vind ik, uh, dat is volgens mij wel interessant om te vertellen. En, ja, die spiegel kwamen we wel tegen in aflevering 107. Mm -hmm. Toen we hadden, uh, het hadden over het effect van temperatuur op je prestatie. Ja daar zag je wel dat er een soort ideale temperatuur Klopt. tussen 13 en 18 zit de of zo de optimale temperatuur ja, ja. bij het ja, begon met, met fietsen dat dat ergens bij die prof hadden ze het vermogen maximale vermogen ja. gemeten in, in, de, in die vermogenscurve. tussen de 10 en 25 ja en dan uh, bij het hardlopen was ook zo'n studie gedaan inderdaad van uh, de optimale temperatuur afhankelijk van eigenlijk de WBGT hè de ja, wet, wet bulb globe temperatuur dus t, het is meer dan ja koude het is het is niet alleen temperatuur het is ook wind en vochtig vochtigheid, eh, vochtigheid. Ja. en dat eh, nou dat, en maar in beide gevallen hardlopen en fietsen volgens mij onder de 10 graden gaat de prestatie gewoon nou, achteruit, achteruit. Nou, en hoe dus komt dat? Ja, ja. Wat gebeurt er met ons lichaam op het moment dat we de kou instappen? Ja, nou eigenlijk weten ze dat voor de hitte weten ze, uh, is, is duidelijk dat er allerlei fysiologische aanpassingen zijn. Sowieso direct aan warmte en ook op de lange termijn. Het acclimatiseren. Uh, ze zien in de kou zeker acute aanpassingen van het lichaam. Maar niet zozeer... Lange termijn. En dat is wel uniek of iets, iets waar de wetenschap nog niet, niet zo goed snapt eigenlijk. Want we hebben. Nou, acclimatiseren aan de warmte. Dat betekent eigenlijk dat je een paar dagen in de warmte moet verblijven. En wat je dan ziet. Is dat eigenlijk jouw initiële respons die je hebt. En dat is juist de huid de bloeding op, op gang brengen. Je hartslag gaat omhoog. Ja, je verliest vocht dat dat uh, allemaal beter gaat werken. Ja, en efficiënter, je, uiteindelijk. Hè? Ja. Ja. En je kerntemperatuur, daar gaat het uiteindelijk om, niet meer uh, zo snel stijgt. Nee. Dat moet je vermijden. En jij zegt dus: je zou verwachten, dat kan je met kou ook doen. Ja. Ga maar eens uh, wat dagen ja. in de kou zitten. En je gaat beter verwarmen. Ja. Je gaat uh, je kerntemperatuur ja. beter warm houden. Ja. En dat lijkt niet zo te zijn. Nee, dat is het gekke van. Uh, want nou, wat gebeurt er als we in de kou gaan? Dan gaan we eigenlijk wel het tegenovergestelde. In ieder geval jouw uh, bloedvaten in de huid ja. gaan samen knijpen. Ja. En eigenlijk nog sterker is uh, niet alleen de huid, ook de, ja, je extremiteit, je ledematen. Mm -hmm. Je armen, je benen. De gaan... bekende witte vingers, ja. als het echt koud wordt. Omdat het lichaam witte denkt tenen. van, hey, we hebben een isolerende laag gaan we creëren. Wij willen uh, zo min mogelijk van onze warmte kwijt. Aan de andere kant willen we dat de kou niet aan de buitenkant binnen gaat dringen. Nou, en dat is eigenlijk afknijpen bloedvaten is een hele goede manier daarvoor. Ja. Maar het betekent ook dat je daarmee uh, bloedvaten van uh, je spieren, bijvoorbeeld van je benen armen, ook gaat afknijpen. Als jij, en we willen natuurlijk uiteindelijk gaan sporten. Um, dus. Wat er dan gaat gebeuren als je toch gaat sporten, ja, dan moet het lichaam misschien een keus maken. Uh, maar wat er toch wel wat lastig is, uh, want dan ga je wel de doorbloeding weer op gang brengen van die actieve spieren. Die hebben gewoon zuurstof nodig, bloed. En wat ze eigenlijk toch in inspanningstesten zien, is, is eigenlijk van dat de fysiologische respons lijkt hetzelfde in de kou. Dus de inspanning, doen een inspanningstest bij 5 graden of gewoon bij 20 graden. Mm -hmm. En dan kijk je eigenlijk naar, oké, okay, het vermogen wat je trapt, de hartslag, hoe die reageert. En dan zie je eigenlijk dat dat uh, hetzelfde is en dat je toch in de kou uiteindelijk eerder opgeeft. Okay. Dus ze denken, ja. Dus wat... je kan dezelfde sportprestatie in een test leveren. Ja. We zagen in die andere aflevering dat het uiteindelijk op de wat langere termijn kan je minder leveren. Ja. Maar die... Alleen je geeft eerder op. Ja. En uiteindelijk, nou, dan zit hem waarschijnlijk in de meest logische verklaring, is zeg dat je spieren, ja, die werken gewoon het beste bij een bepaalde optimale temperatuur. Ja. En dat het toch is, als jij echt in de kou zit, uh, dat die spieren, vooral de, ja, de, de, die onder de huid uh, liggen, als jij ook niet te veel vet daar hebt toch bij een, een lage temperatuur aan het werk moeten. En dat dat de waarschijnlijkste oorzaak is... voor prestatieverlies in de kou. Dat, dat is vermoeiender in feite. Ja. ja. En uh, ja, gewoon minder efficiënt eigenlijk. Dus als jij... Kijk, dat zijn studies eigenlijk met geïsoleerde spiertjes. Die haal je dan uit een, een, een proefdier. Ja. En die ga je dan... Uh, ja, dan kan je spierkracht meten. En uh, inderdaad van uh, vermoeidheid bij, uh, op, op termijn. En dan zie je inderdaad wel verschillen daarin. Maar dat is, is altijd lastig. Kijk... Dan moet je eigenlijk thermometers in een spier gaan steken tijdens ja, 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 een inspanningstest. Dat, nee. dat maakt het al wat lastiger. En, en bovendien is de kerntemperatuur, ja die is toch, die, daar zit weinig, verloop eigenlijk, daar heb je weinig uh, ruimte om die echt te laten zakken. Want onder de 35 graden, dan spreken ze al van hypothermie. Ja, dan en dan dat, dat is niet fijn. Dat is al. Uh, raak je al een beetje. Hypothermie uh, is de, de wetenschappelijke te... term voor onderkoeling. Ja, toch ja. eigenlijk. Hè? Ja. En dat is. Uh, nou, ja, het lichaam vindt dan niet. Je, je raakt verdwaasd. Je kan niet meer goed nadenken. Coördinatie is ook heel, heel erg weg. Dat merk je. kun je kunt het ook nog hebben bij het zwemmen, met name. Als je hmm. echt te lang in koud water zwemt. Uh, nou, daarbij je dan ook, ook krachtverlies daaraan gerelateerd. Um, dus eigenlijk, wat die kermtemperatuur wil, is echt gewoon. Ja, niet laten zakken. Dat is uh, het, het doel van het lichaam. Nou, knijpen, knijpen, ik hoor, knijpen. Ik hoor al gelijk uh, een paar leuke praktische tips. Je weet inmiddels, ik ben een groot fan van het programma... Uh, ...Kamp van Koningsbrugge. Ja. Zaten ze dit jaar in de uh, ijskoude Ardennen. En dan die commanders zeggen ook altijd meteen... Hè, ja, ...als het koud is, dan doen we gewoon even een kwartiertje warming-up. Ja. Jumping jacks, ja. actieve ja. oefeningen. Ja. Gaat dat bloedstroom, precies wat je zegt. Lichaam ja. maakt de keuze van bloed uit de extremiteiten benen, armen, vingers, stenen halen naar en naartoe ja. sturen en dan ben je ja. weer lekker warm. Ja. Logisch. Dus dat zijn nog even nou ja, wat, wat zijn de manieren voor het lichaam om uiteindelijk toch die, die kerntemperatuur goed te houden. Ja. Ondanks de kou. Nou, knijpen is het belangrijkste van, van die ledematen, maar aan de kant wij kunnen onze kachel opstoken. Ja. Dus natuurlijk het voor. We Dus kunnen we gaan sporten. Meer, uh... Nou ja, ja, nogmaals dat 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 heeft dan ja, je krijgt het zeker warm van. Nou, we hebben het al eerder gehad. Spiercontracties. Eigenlijk 25% van jou, uh, de energie die daar geleverd wordt, komt ten goede aan. Zo'n beetje de beweging zelf. De rest. warmte. warmte. Snelle groeilamp. Ja. ja. Dus uh, het andere is. Uh, onwillekeurige spierbewegingen. Een beetje rillen. Mm -hmm. En dan, uh, ik las dat. levert toch al snel 5 à 6 keer. Extra energie op, ten opzichte van helemaal, helemaal stilzitten, zeg maar. Je basale okay. metabole heet. Dan hebben we het gehad, eh, volgens mij een keer over het bruine vet. Ja. Dat, zou, dat zou mooi zijn als je dat kan opstoken. En dat, dat doet het in principe. Het ook vet bij wat kan. rondom je organen zit ja. vooral. Hè? Ja. Maar wat bruin is, dus het, het goede vet wordt gezien. En eigenlijk, er zit veel mitochondriën in, veel energiefabriekjes. Nou, eh, dit leveren gewoon de verbranding daarvan. Gaat. Puur en alleen naar warmte. Oké. Okay. Daar zijn wel nog steeds van. Ja, hoe doe je dat dan? Nou, we hebben het volgens mij destijds besproken. De studies die laten zien wanneer je dat bruin vet eigenlijk echt aanzet. Ja, dan moet je toch langdurig ergens onder de 15 graden, twee uur per dag gaan zitten of zo. En dan kan je het ook een beetje kweken. Oh ja. Ja. En moet ik het, moet het zo laag? Ja. Echt. Even een grappig verhaal, wat ja. volgens mij heel veel mensen herkennen uit de herfst. Van 2022. Gaan we hem toch maar even dateren. Uh, de uh, energieprijzen zijn op dit moment enorm hoog. Ja. De uh, overheidscampagne is draai de knop om. Ik weet niet, ja, bij jullie was het altijd al koud in huis. Ja, bij ons leken. is het ook koud in huis. Dus wij zijn van 19 naar 17. Ja. Maar we hebben netjes een extra truitje aangetrokken. Oh, maar dit is ook in tegenstelling. Want je, ik heb het idee dat ik daar wel degelijk aan geadapteerd ja, ben. In ja. de zin. Dat ik dat. De eerste weken liepen wij hier met vliesjes door het huis. Ja. En inmiddels kan ik het prima ja. hebben. Dat is het ook. Uh, je went er wel aan. Ja. Alleen je, er is geen fysiologische aanwijzing. dat jouw. bijvoorbeeld wat je zou verwachten. is dat jouw uh, knijprespons ah, van ja. de bloedvaten dat minder. Die, wordt. dat he? die minder. dat ja. bloed uit die vingers en Want tenen. zou trekken. Je wil eigenlijk gewoon blijven functioneren in de kou. En dan ja. zijn hele koude handen niet nee, handig. Het is niet goed voor de motoriek. Dus motorij. je zou zeggen. als het lichaam zich adapteert aan. Dan uh, zou je verwachten dat je op lange termijn, nou, meer met je, ja, je, je, in ieder geval, je ledematen minder afknijpt, minder uh, ja. laat koelen. Uh, die, die studies, dat, dat ga ik zo wel even vertellen, die zijn gedaan. Hartstikke interessant. Um, Doe maar, ja, vertel maar. Ik maar um, nog even terug van, er zijn wel, als je evolutionair bekijkt, ja. zijn er echt wel aanpassingen, dan praat je over 10.000 jaar. Uh, uh, want als je inheemse Afrikaanse stammen kijkt. Ja, die hebben eigenlijk, die kunnen niet rillen. Okay. En die hoeven ze ook niet waarschijnlijk. Um, dus die, en die knijpen ook veel minder, zeg maar. Maar ja, die komen niet in de Dus wat hun, hun lichaam zou overkomen als je die bij vijf graden hier in ja. Nederland zet, dan krijgen die het heel snel. En die hebben dan krijgen die heel snel. Stel, en dan is al die kerntemperatuur. Ja. Precies, ja. ja. En dat kunnen de Kaukasische de mensen en de Inuit. Ja. al uh, veel beter. Dus dat geeft wel, evolutionair is echt een aanpassing. Ja, maar, maar dat binnen... is dus geen adaptatie op nee. termijn van dagen en weken. En, en vooral niet binnen een mensenleven gebeurt het niet. Okay. Uh, is, uh... Toch <sus> nog één kritische vraag erover. En dan vertel me alle wetenschap die ja. je weet. Ik heb natuurlijk wat met de Marathon van Rotterdam. Daar train je voor in de winter. Mm -hmm. Die marathon lijkt al eens dat de afgelopen twee, drie edities... viel dat wel mee. Maar die heeft een traditie dat het altijd enorm warm is. Op een of andere manier de ja. eerste tweede week april is de eerste dag boven de 20 ja. of boven de 25 graden zelfs. En dan wordt er gezegd op de internetfora, ja, daar kun je ook extra slecht tegen, omdat je lichaam nog in winterstand staat, oftewel helemaal ingericht is op verwarmen in plaats mm -hmm. van koelen. Wat bedoelen ze daarmee? Ja, dat bedoel, ik, volgens mij is het meer dat je lichaam winterstand. Dat het meer is dat jij niet ge, uh, klaar bent het. voor de warmte. Dat is precies en wat je net warmte, zei. Ja. Daar, moet je daar echt, kun je wel op ja, adapteren. Ja. Ja, ja. Maar los daarvan, het voelt jij, ja, zelfs in dit huis, uh, met die temperatuur van 17 graden. Op een gegeven moment ween je eraan. Dus er is wel een mentale adaptatie. Ah, ja. En alleen die kunnen ze moeilijk relateren aan een fysiologische aanpassing. En juist eigenlijk blijkt die fysiologische aanpassing de andere kant op te werken. En er zijn een aantal studies gedaan. En Heindane is de, de thermo-professor uh, in Amsterdam. Ja. En die heeft echt van. Ja, fascinerende studies hein. gedaan. Ja, zeker. <laughs> echt, die zou ook een keer leuk zijn als, uh, als special guest. nou ja Die heeft, een studie, die heeft er eens naar gekeken. Uh, een studie gedaan waarbij die mensen dagelijks een half uur, meen ik, in een bak met. Uh, ...water van nou, 10 graden misschien. Uh, half uur moest je met een voet en een, een hand gaan zitten. Eén voet, één hand. Ja, Net en zoals dat... die ijs-challenge ja. die wij hier wel eens hebben gedaan. En ik, ik meen misschien twintig dagen, vijf, lange tijd... ...om te kijken van, nou, hoe past het lichaam zich nou? Kan het dan echt niet aanpassen? Nou En wat hij dan uh, uiteindelijk zag... Is dat hij dan uh, nou, na zoveel dagen? Nou, ja, hij kon eigenlijk elke dag nog even de temperatuur van die hand meten ja. en de doorbloeding. Ja. En wat hij. Uh, en je eigenlijk... zou verwachten als ja. het lichaam aanpast. dat het in de loop van de tijd dus een minder koude hand zou worden. Ja. En uh, beter ja. doorbloed. Want wat ze dan. Ik weet niet of in zijn studie of in andere studies. wat ze dan ook vaak doen. is dan ook nog testjes voor de fijne motorie. Oh ja. ja, precies. Om te zien van. ja. ja het is allemaal leuk en aardig als die temperatuur misschien minder maar zakt. Maar is het ook functioneel ja. nog een goede hand? Je, je ja. wil uiteindelijk, denk aan, je wil kunnen uh, sporten of werken of jouw activiteiten of je doen. Je fietscomputertje ja. kunnen bedienen. <laughs> nou, om het wat te noemen, ja. Je rits open doen. Ja, en er zijn allemaal interessante testjes voor. Ja, het, uh, het heeft allemaal namen, maar eentje uh, deed me denken een beetje aan, aan uh, Mastermind. Als je die kleine Pinnetjes als je het goed hebt in zo'n klein gaatje, gaatje moet hummelen. stoppen, ja. Het ja, ja. best wel lastig is dat is een soort test. Zeg maar okay, okay. hoe goed kan jij dan zo'n klein pinnetje in een test doen? Ja, nou wat hij eigenlijk zag is uh, dat de verloop van tijd, ja. Nou ja, heb je het weer. Hè. Die wetenschap, waarom is het allemaal zo ingewikkeld? Ja, de voet leeg zich wel enigszins aan te passen, maar. De hand zeker niet. Die werd de juist averechts. Die werd alleen maar kouder. En de doorbloeding werd eigenlijk minder. Na verloop van tijd, ja. van iedere dag zo'n ja. uh, prikkel aanbieden. En uh, de hand en de voet die hij niet had getraind. Uh, dus in getraind. die zin was er wel een bepaalde gewenning. Dat het ja. lichaam dacht: ah, wacht, we gaan weer in die koude ja. bak. Ja. Weg met dat bloed ja. daar. Ja. En de hand en voet die hij niet had getraind, daar gebeurde niks. Nee. Dus het is ook niet dat het hele lichaam. Ja, je zou bijna denken, ja, maar misschien is het dat het lichaam kiest van we gaan de kou weer op. Die kerntemperatuur is heilig voor ons. Ja. Dus we gaan maar extra extra knijpen dat die bloedvaten uiteindelijk zeggen, ja, nou, we, we, uh, we worden gewoon uh, ja, gevoeliger voor de kou. Ja. Alleen kougevoeliger denken ja, maar dat is eigenlijk niet wat je wil. Want je wil juist iets minder gevoelig, je wel beter omgaan met de kou. Nou, een recent is een studie gedaan, die heeft daar ook nog eens naar gekeken van hoe dat dan zit. Um, en en ja, eigenlijk bevestigt hij dat ook nog. Die uh, heeft puur gekeken. Je doet je hand in een bak met ijs. Mm -hmm. En volgens mij echt koud. Maar twee minuten maar. Haalt hem eruit. En kijkt dan naar de, hoe snel het opwarmt. Oh ja. Je hand. Dat is ook wel fijn, hè? Omdat, ja. Uh, ja dan merk je ook heb je lange tijd of gefietst of uh, met met te doen ja dunne wat ik al zei die witte vingers of, of die ja. witte tenen ja wanneer gaat het ook oh, beginnen het gaat tintelen op een gegeven moment uh, soms neem je een warme douche en denk je je was nog steeds gevoelloos nou en daar zagen zij uh, duidelijk verschillen tussen mensen um, die zij eigenlijk wilden relateren aan hoe goed ja hoe vaak zoek je de kou op dus zij hadden bij die mensen gepolst van oké okay, uh, ja, hoe doe je dat? Nou, Er waren een paar echt uh, mensen die alleen maar nou, voornamelijk binnen zaten. En echt uh, niet, niet voor de kou gingen. Je had aan de andere kant mensen die ook echt in koud water gingen zwemmen. Uh, regelmatig koud douchen. Uh, veel sporten in de kou. En eigenlijk zagen ze daar ook een, uh, ja, een relatie van de snelheid van opwarming en. De nou ja de, 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 de hoe vaak jij de kou opzocht. Ja. Maar die was ook eigenlijk andersom dan je zou verwachten. Dus juist de mensen die vaker die kou opzochten, die warmden lang, nou ja, langzamer op dan. Okay. En dat, dan wordt dan meteen. En toch even goed begrijpen, want ik denk nu opeens aan al die mensen die ja. nu in de winter in het buitenwater gaan ja. dippen. Die mensen die koud douchen, die mensen die in een ijsbak liggen van Wim Hof. Ja. Uh, dat is populair in bepaalde contrarieën ja. van de sporters. Misschien wel mensen die luisteren. Wat heb je aan snel opwarmen? Is ja. dit, is dit, uh, hoe relevant is dit, onderzoek? Nee, dit is Ja, nou ja, goed. Ik nog even terug van, denk je, hoe? Uh, maar, maar verder dan... Nou, zij hebben ook een testje gedaan... van kougevoeligheid, warmgevoeligheid. Dat is gewoon... Een, leg je hand op een plaat... Ja. met een bepaalde temperaturen... en uh, vertel maar eens van... hé, hey, nu voelt het als koud... of nu gaat het pijn doen... of... Daar, ja. je, en dat was niet anders... Dus, dat daar dus nog steeds. Ze voelde de kou op dezelfde manier. De, nou ja, het is dus niet het, dat je een soort van fysiek ja, ongevoeliger wordt nee, van kou. Maar het is dus die fysiologische respons waarvan iedereen zegt, ja, dat, dat knijpen van die bloedvaten, ja dat is logisch. Mm -hmm. dat, dat moet het lichaam doen. En, en om daar uh, eigenlijk de vinger achter te krijgen van ja, uh, hoe is de aanpassing daarin en die lijkt dan met die studies van Heijn Danen en deze studie juist een beetje de andere kant op te gaan. Nou, dat is work in progress van. Ja. Maar waar zij wel voor waarschuwen, deze en dat deed uh, volgens mij in de studie van Heijn ook al, is van ja, dat geeft me aan dat je uiteindelijk, want wat er gebeurt natuurlijk bij langdurig afknijpen, is ja, uh, dat is niet goed voor het weefsel, hè? Nee. Want dan word je die, die krijgt minder bloed, minder zuurstof, uh, ja. ...weefselschade mogelijk. Mm. Uh, en dus zij zijn een beetje bang... ...dat je uiteindelijk... ...ja, uh, niet meer merkt, voelt... ...en jouw lichaam... ...ja, overdreven reageert op die kou. En dat je dus uiteindelijk... ...ja, iets... ...ja, kijk, het is nog... ...het is de fase voor het echt daadwerkelijk... ...beschadigen en afsterven van. Maar daar zitten zij... ...daar zijn zij wel spits op van... ...ja, dit, wi dit wil je eigenlijk niet, want... Als, je, als dit door blijft gaan, dan ga je op een gegeven moment gewoon schade creëren en dan ga je gewoon mensen die de, de, de ledematen of de vingers sterven af. Zonder dat zij dat in de gaten hebben en terwijl het lichaam dat ook toelaat. Want je zou verwachten dat die bloedvaten dan zeggen: ho, maar dit willen we niet. En dat ze dan langzaam minder knijpen of zelfs open gaan staan. Yes. Jij zegt dit is work in progress. Ja. Jij zegt deze onderzoekers vrezen dat misschien wel. Nou, dat ze waarschuwen ja, in die precies. artikelen. Ja. Jazeker, maar we zien nog niet nee. mensen die veel met kou experimenteren waar nee. de ledematen afsterven, toch? Nee. Niet dat ik weet van, Nee, en ook niet in de wetenschap nee. beschreven nee. nog. Nee. Maar dit is dus een fysi dit is vanuit fysiologisch perspectief ja. dat wetenschappers beginnen te waarschuwen. Ja. Pas dus op met jezelf zo bloot te stellen aan kou. Ja. Want ik moet denken. aan En, en de... denk niet van, uh, ah, het, ja, het, ja, het is goed. Ik bedoel, daar niet. Van, uh, want dit, mijn bloedvaten of mijn huid. Nou, nou eigenlijk is dat. De, mijn lichaam past zich fysiologische... wel aan. Kan ja. ik trainen. En die aanpassing, ja, die lijkt dan in ieder geval op het gebied van het afkleiden van de bloedvaten juist de andere kant op ja. te gaan. Ja. Ja, en ik realiseer maals, me uh, natuurlijk als ik het heb over de douches ja. en de kouddippers en de ijsbaders. Die doen dat niet. Nee. Tenminste, voor zover ik ken ze niet allemaal. Ik heb ze niet ooit gesproken. Maar als ik mensen daarover hoor... is het belangrijkste argument dat ze zeggen... We, ik doe dat vanwege de mentale drempel ja. waar ik ja. over wil. Want ik wil mezelf ja. door die discomfort trekken. Ja. Ik wil mezelf met ademhaling leren... dat ik stressomstandigheden ja. aan ja. kan. En dat is ook het belangrijkste, denk ik. Waar we, nou ja, uh, die studies die gedaan zijn. We gaan het straks nog even over koud douchen. Daar is echt een uitgebreide studie over gedaan. Of het uh, ja, wel of niet de gezondheid daarvan profiteert. Ja. Maar fysiologisch gezien is er altijd weer een argument van nou, bijvoorbeeld dat bruin vet. Ja, Zou je zeggen, ja maar je ook, kweekt toch bruin vet? Ja, dat is in Maastricht-studies gedaan inderdaad bij ja, twee weken lang dan echt wel lange tijd bij nou, onder de, de 14 of 13 graden was het. Ja. En dan zag je het bruin vet toenemen. Maar dan er zijn er altijd weer, ik stop hem in de show notes, een uh, behoorlijk kritisch Twitter-feedje uh, van uh, Steve Magnus. Ja, een van de auteurs ja. van uh, Peak Performance. En die, uh, die is hier ook heel erg op in van, ja, jongens, allemaal prima, uh, leuk wat jullie allemaal doen. Maar ga niet te veel claimen van dat, ja, dat je van alles terugziet in het lichaam. Want het blijkt juist, hij geeft, ja, uh, duursporters, uh, goede sporters, die hebben juist weer minder bruin vet. Hmm. Dus uh, ja, als je dan gaat zeggen, oké, okay, uh, ja goed, misschien een duursporter die en de kou gaat opzoeken. Dus... Ja, ik zit wel te denken, als ik hier naar luister, moeten wij nog veel meer respect hebben voor wintersporters. We hebben hier wel eens een aflevering over schaatsen gehad. We hebben in de Olympische Spelen in China toen die, ja. die, die uh, enorm bevroren gezichten van die langlaufjes gezien. Ja. Als je goed luistert in de basis van wat koud doet met je lichaam, is dat misschien nog wel knapper ja, dan een marathon ja. lopen in de warmte, ja, of niet? Ja. Ergens wel. Nou ja, het andere is gewoon dat dat mentale aspect zo belangrijk is. Hè. Je, je kan wel eens vergeten. Vergeet, ja, heb jij dat niet van, dan heb jij gesport en dan kom je thuis en dan zijn je vingers denk je, ja. oh shit, dan voel je het, ja. dan gaat het pas tintelen. Ja, want je voelt die kou in je vingers ja. of je voeten ergens op een moment, ja. namelijk op dat ze koud worden of dat het lichaam zegt, gaan ga bloederen, ja. dan voel je vaak wel even pijn. Ja. Maar ja, dan zit je ergens op een dijk, op een fiets dus in dan fiets gewoon ja, door. Langdurige kou is niet fijn. Gelukkig kan je er tegen wapenen natuurlijk. Hè, maar ja. We hebben het al over handschoenen. Buff. nou Je noemde de buff. Echt, dat vind ik ook wel grappig. Nou ja, de buff wordt uh, om twee dingen eigenlijk gepromoot. Is dat. Nou ja, je hoofd is een enorme verliezer van warmte. Ik ga toch de luisteraars hier even in meenemen. Hier gebeurt wel iets echt leuks. In onze taakverdeling <laughs> zit jij natuurlijk heel erg op de inhoud en op de wetenschap. Ja. En zit ik wat meer op de webshop, de marketing, de interacties. Ik heb bedacht dat wij een buff gaan ja. introduceren. Ik Helemaal wist, alleen. Dat heb ik niet eens ik met jou overlegd. Ik wist van niks. Nee, je ja, had een keer iets gesuggereerd. We gaan iets nieuws doen. Nou dus ja, Ik prima. ben dan wel in mijn nopjes. Hoe ja. nu in de kosmos? Ja. Want ook de planning van deze aflevering gebeurt min of meer toevallig. Maar morgen kun je dus bij ons een ja. buff bestellen. En jij hebt dus wetenschap gevonden. Ja. Omdat al een studie uit 1957 liet aan <laughs> eerste zien um, dat mensen, en daar hadden ze gewoon mensen in, uh, bij een temperatuur van 25 graden heel dik aangekleed. Ja. Alleen uh, en dan gingen ze alleen het hoofd. Bij welke niet. temperatuur? 25. Ja, warm, dan denk je, warm. Warm. Oké. Okay, ja. Om te kijken van ja hoe raken die hun warmte nog kwijt? Ja. Nou toen konden ze zien dat eigenlijk ja, alle, kop. alles via de kop. Ja. En daar hebben ze een bepaald modelletje losgehaald. en liet ze dat is eigenlijk suggereren dat het hoofd wel voor, voor de helft van je warmteverlies kan zorgen. Mm -hmm. Nou uh, gaan we de kou in, Dat betekent dus dat het wel uh, zinnig is om daar juist iets in uh, je hoofd gaan bedekken. Leuk studie gedaan vond ik uh, met mensen die hebben ze bij min 15 uh, buiten neergezet en dan nog een flinke koude winter bovenop, uh, wel goed aangekleed, maar in het e en dan, oh ja, ook met dikke handschoenen aan uh, en dan de temperatuur van de vingers gemeten mm -hmm. of van de hand. Uh, in eerste instantie zonder buff en zonder uh, ski bril op. Ja, ja, ja. Nou, en dan zagen ze dat die, uh, die temperatuur van die, uh, die vingers behoorlijk afnam. Ja. Ja, logisch misschien denk je, ja, die, die mensen hebben het gewoon koud. Ja. Maar ja, die vingers, die zijn wel bedekt door de handschoenen. Ja, die hadden he? dikke handschoenen ja. aan. Ja. Dus het is gewoon uh, dat hoofd, dat wordt koud. En het lichaam gaat zeggen, jongens, het is niet goed. Want ja, uh, daar komt ook veel bloed langs. Kerntemperatuur gaat uh, dalen. Ja, we gaan ja. terugtrekken, afgneppen. En nou, uh, wanneer ze dan uh, die mensen een buff en een skibril opzetten... dan zagen ze juist dat die respons van die vingers veel minder was. Eigenlijk amper nog optrad. Kortom, dan zie je een mooie wisselwerking. Dat als jij warme vingers wil krijgen tijdens het sporten of wil houden... nou, doe een buff aan. <laughs> en of een skibril erbij en klaar ben je. Super. Nou, ja? ik zou zeggen, goede timing. Bovendien, ja, 25 uh, november is vlak voor Sinterklaas. Uh, misschien wil je hem wel op je verlanglijstje ja. zetten. Misschien wil je hem voor de kerstdagen onder de kerstboom. Uh, leuk cadeau voor iemand anders. Ik zou zeggen, ik zit er klaar voor. We rammen die ja. bestellingen eruit. En dan... Ja, dus het kleden is gewoon hartstikke belangrijk. Uh, nou ja, dan heb je natuurlijk altijd... het. Ja, kleding die in ieder geval doorlatend is, waar je geen waar je niet nat wordt, dat, dat is, denk ik, een goede link. Weer even naar het zwemmen. Ja, nat is niet fijn en dat komt maken. Met... Nat is niet fijn, nee, als je in dat... de kou bedoel je nou, maar zelfs dat is natuurlijk als jij in een bad van pak een beet 25 graden gaat zitten. Ja. 20 graden, ja. dat daar vind je niet fijn. Nee, terwijl en als het op jij... 25 graden is. Ja, ja. ja, ja nou, dat ja, heeft ja. te maken, dus dat de convectie heet dat dan. Je hebt bepaalde manieren waarop de warmte afgevoerd wordt van je lichaam. Convectie is er een van. Die is, nou ja, ik lees getallen tussen de 15 en de 70 keer zo hoog in water. Nou, dan, dus dat water, op het moment als jij een laag water om je heen hebt, ja. is het van kleding of is het van een bad of is het van een, een koud meertje wat je opzoekt of van de zee. Ja. Ja, de, de, de isolatie is eraan. Ja, de warmte vliegt gewoon naar buiten. Exact. En daarom bij hitte helpt het enorm ja. om water over je ja. heen te gooien. Maar ja. moet je dus in koude omstandigheden ja. opletten met ja. vocht, zeg je. En dat is, dan wordt het voor de zwemmers. Ja, ik. Uh, dan ben moet ik toch een beetje waarschuwend vingertje. Van ja, uh, want wat je dan toch ook wel de, de deskundige de wetenschappers hoort. Die zegt ja. Wat moet je nou doen als jij per ongeluk hebben ze het dan in het water valt in koud water? Ja, of dus niet als je zegt: Ik ga lekker runnen en dippen, zoals veel mensen doen. Ja, dan zeggen ze ja. nou ten eerste krijg je die cold shock respons. Die ken je wel onder de koude douche of zelfs als ik het zwembad ja, maar goed, daar hebben we al die ventileren. Ja, maar dat zoeken dus de mensen die dat doen bewust op, want die zeggen: Luister, ik heb een ademhalingstechniek geleerd, ik heb dat helemaal onder controle. Dat vind ik mooi. Daar ben je ook aan, maar dan is het eigenlijk, zeggen zij, nou, nu. Die moeten de eerste minuut niks doen. Want dit als zijn je, weer die wetenschappers die ja, het hebben over als je in je koud komt water valt. Je komt onder water, je raakt in paniek en door die uh, je gaat hyperventileren, waardoor je mond continu open, uh, open gaat. Ja. en je krijgt een slok water binnen. Niet doen. En dan komt de discussie: kun je nou het beste jezelf opvouwen en proberen te drijven? Ja, of ja, nou ja, de, uh, klein mogelijk maken of drijven, ja. of moet je gaan zwemmen? Ja. En dan, nou Ik ja. zou denken beweging, ja. warmte, spieren. Nou, daar wordt toch echt voor gewaarschuwd van dat daar op een na je ergens hangt het natuurlijk van de temperatuur Ligt van het een beetje water een af. je valt, ja. hoe ver is de kant? Ja, maar goed, je hebt nog wel even, maar iets van richting misschien 20 minuten, 30 minuten. Want wat je krijgt op een gegeven moment, als jij juist gaat bewegen, dan gaat jouw isolerende laag gaat er eigenlijk aan, ja, ja, omdat jouw ja, het knijpen wordt gewoon. Je gaat je die ga je toch inzetten. Terwijl om die kerntemperatuur op peil te houden, is moet je eigenlijk je ledematen zoveel mogelijk afknijpen. Mm -hmm. Dus mm -hmm. dan wil je niks met je armen en, en, en voeten, benen doen. En uh, wat je dus. Nou ja, je dus krijgt je, meer contact met het water om ja, je heen. En het andere is dat je toch wel heel snel die coördinatie gaat verliezen en kracht gaat verliezen. Waardoor je minder nou ja, uh, hard zwemt sowieso. Minder gecoördineerd, niet meer goed vooruitkomt. Uh, en dat dat dus misschien op de lange termijn, nou ja, bij dat kritische punt van nou ja, afhankelijk van temperatuur. volgens mij heeft Rostucker daar ook nog wel eens een keer een podcast over gemaakt. Ja, dat je dat, nou ja, moet, moet misschien wel slimmer is om juist niet te gaan zwemmen. En om dan, dan op die manier toch maar gewoon... Nou, het te hopen dat iemand je overboord doen. heeft zien vallen nou ja, en dat ze je komen ja, redden. Ja, en dus dat zijn toch wel iets waar echt voor gewaarschuwd wordt. Van dat het gaat juist knetterhard gaat eigenlijk in kouder water jouw zwemprestatie achteruit. Nou, het eerste is omdat jouw je, je isolatie, uh, die geef je gewoon op. Ja. Nou, en ten tweede is natuurlijk dat jou, jouw spiercoördinatie en jouw spierkracht zo snel achteruit holt. Ja, dat je eigenlijk uh, niet efficiënt meer kan zwemmen. Nee. Hé, uh... hey, laten we eens... Uh, we hebben een uh, sportarts in ons ja. midden. Uh, ik hoor jou al vrij kritisch over ik het zwemmen. Ik wil even over het douchen. Oh ja, ja. Nou, dat is ook met water. Maar dan gaan we zo aan Guido eens even vragen... Ja. hoe hij kijkt naar dat buiten zwemmen ja, in de winter. Ja, uh, koud douchen, doe jij dat al? Uh, daar hebben we al vaker aan gerefereerd ja. en ik uh, kan die mentale knop niet nee, vinden. Ja. Okay. We hadden het vorige week over uh, alles draait om comfort ja. bij schoenen. Ja. Nou, dat is voor mij ook een beetje bij douchen zo. Nou, koud douchen is natuurlijk enorm in uh, en dat heeft ook te maken met Wim Hof. En er zijn studies gedaan met Wim Hof of mensen die de Wim Hof methode hebben gedaan. En dat is in Nijmegen is dat toch een studie gedaan, Die is toch een nieuws gekomen. En afhankelijk een beetje van welk medium het bracht... Uh, met of zonder nuance, uh, waar, waar was hij, daar was daar boodschap van: ja, uh, de Wim Hof-methode maakt het immuunsysteem sterker. Ja. Nou ja, Wim Hof zelf, die zwakt dat ook af. Nou, wat er in ieder geval gebeurt, is als jij de kou opzoekt, ja, ja dan krijg je een stressrespons. Ja. Naar nou, allerlei hormonen die gaan omhoog, omlaag. Nou, vooral je cortisol, noradrenaline en. Uh, en die moduleren het immuunsysteem. En dan kan je gaan kijken naar allerlei immuuncellen, mediatoren. En dan daaruit zou je kunnen zeggen: ja, dat zijn gunstige ontwikkelingen voor. Nou, de echte immunologen zeggen: nou, dat een bepaalde soort immuuncellen omhoog gaan of omlaag. Of een bepaalde uh, uh, mediator, een stofje dat betrokken is bij een immuunreactie omhoog of omlaag. Ja, dat zegt niet zoveel. Uh, dan moet je specifiek kijken wat de ziekteverwekter is. Ziekteverwekker is. Mm -hmm. In het geval van Nijmegen hebben ze wel juist hebben ze, wat ze gedaan hebben. Ze hebben een uh, endo, uh, stof of en, ja, en, endotoxische stof. Ja, dat stof. zijn stoffen die bacteriën. Endotexi, endotoxine. Bacteriën die laten. Nou, geen bepaalde toxine, giftige stoffen af. En die kan je eigenlijk. Um, in een bepaalde hoeveelheid. Dan net niet te veel, maar wel als dat je onder controle kan je het aanbieden. En dat is eigenlijk een soort test mm -hmm. om te kijken hoe reageert het immuunsysteem op nou, die ziekteverwekker. Ja, nou, daar hebben ze toen met die Wim Hof-adepten uh, gedaan. Ja, en daar vonden ze daadwerkelijk dat als jij een, een, een bepaalde hoeveelheid van die endotoxine geeft, ja dat eigenlijk de immuunrespons uh, een uh, beter verloopt omdat je wat je vaak ziet is dat die immuunrespons enorm ja doorschiet, okay. overdreven. Nou, daar hebben kennen we kennen van corona ook ja, hè, dat ja. mensen of zwak reageren of juist veel te heftig. Ja. Nou, wat ze daar zagen is eigenlijk dat de mensen eigenlijk ja juist de goede kant op, uh, dus minder heftig reageerden. Nou, en dan als je dat door wilt trekken naar waar voor wie is dit dan geschikt of of gezond? En dan hebben ze het juist richting de mensen met auto-immuunziekte. Want dat is daar natuurlijk aan de lang. Ah. Als je auto-immuunziekte hebt, dan gaat jouw lichaam reageren op je eigen aanwezige eiwitten. Ja. Of structuren. En dan, uh, ja, daar zendt hij allerlei immuuncellen op af. En die gaan die structuren eiwitten beoordelen als lichaamsvreemd. Daar moeten we vanaf. En dat is de hele manier de bedoeling. Dus dan is die immuunrespons doorgeschoten. En dus... Eigenlijk de moraal van het verhaal is dat wellicht Wim Hof-methode, maar dat nogmaals: dat is en kou en ademhaling en uh, meditatieoefeningen. Mm -hmm. Wellicht van, ja, uh, van nut kunnen zijn om het modelleren van, in gunstig modelleren van immuunrespons bij bijvoorbeeld immuunziekte. Maar die vervolgstudies zijn nog niet gegaan. Ze hebben het nog niet bij mensen met maar auto Maar wat is dan de nuance? Want ik uh, en jij, volgens mij ook, voor zover wij bekend zijn, hebben geen auto immuunziekte Nee. Hebben wij daar ja. dan geen baat bij? Of, uh... Nou, uh, dat is wat, wat Steve Magnus bijvoorbeeld zegt. Ja, er wordt gewoon altijd geroepen. Het is goed voor het immuunsysteem. Ja, ja. En er is en niks is dus anders bekend. Dat het, ja, het doet wat op het immuunsysteem. Het moduleert het immuunsysteem. Maar hij zegt ook: ja, een wandeling. Moduleer doet dat ook. ook. Ja, 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 en ja, ja. sporten doet dat ook. En, je, en jezelf verwennen met een, uh, een lekkere massage doet dat waarschijnlijk ook. Ja. Dus hij is een beetje van, uh, schiet daar niet in door en probeer een, ja, goed, probeer modulatie van het immuunsysteem. Dat hoeft helemaal niks te zeggen. Dan moet je dan uiteindelijk kunnen relateren aan, ja. nou ja, bijvoorbeeld... Maar, uh, daar begon ik net even te krabbelen. Als ik goed meeluister in deze aflevering, kou is een een vorm van het, stress stimulus. voor ja. het lichaam. Ja, Punt. een positieve stimulus. Dat nee, ja. Ja. En dat heeft op allerlei plekken, grijpt dat aan. Ja. Je begon net over op het weefsel. Namelijk, het, het, het wordt dichtgeknepen. En als je dat te veel, Knijpen te vaak van doet, bloedvaten zeggen en... wetenschappers... dat is gevaarlijk voor je weefsel, kan weefselschade opleveren. Ja. Dat is één element. Ik hoor je nu zeggen, het grijpt aan op het hormonale systeem. Ja. Dat heeft een effect. Dat heeft een effect, dat is aangetoond... Voor heel veel mensen doet dat effect er helemaal niet toe. Nee. En voor bepaalde mensen ja. kan het interessant zijn. Ja. Derde, schrijf ik op, het heeft een mentale component. Ja. En dat is natuurlijk waarom de meeste ja. mensen, als ik het zo hoor, het doen. Ja. Ik wil s ochtends al een keer door de zure appel heen. Ja. Dan voel ik me sterk en fris. Ja. Oké, okay, nou dat... Top, doe ja. het daarom, maar ja. pas dan op met die andere waarschuwingen. Ja. En waar wij het nog niet over gehad hebben, dus weefsel, hormonen, mentaal. Bij de ademhalingsaflevering en wel eens eerder hebben wij het kort gehad over ja. het ademen bij kou. Dat je ook nog in de winter ja. een beetje moet opletten met te hard, te diep, te intensief buitensport. Ja. Hè? En dat is ook wel inderdaad een waarschuwing, die moeten we wel meegeven. Wat, uh, ja, wat mensen zeggen waarom een warming-up belangrijk is, in de kou in ieder geval... En of dan zou je zeggen, ja, neusademhalen is toch hmm. dat die koude lucht vanuit je mond, ja, dat de ademhalingse, nou ja, de neus verwarmt. Ja, uh, hebben we toen ook verteld. Ja. De mond uh, in mindere mate. Dus dat je dan kans toch hebt op uiteindelijk lange termijn klachten van uh, de ademhalingswegen. Ja. En juist dat ze als een reactie op de kou juist echt gaan samenknijpen. Dus ja. die. Uh, ja, dan krijg en dat je... is toch met name als je grote, diepe teugen van ja. hele koude lucht diep Precies. je longen intrekt. Ja. Hè? Dat ja. is gevaarlijk. Ja, dan krijg je die, uh, ja, die, 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 die geïndiceerde bronchoconstrictie, heet dat dan. Hè? Dus dan samentrekking eigenlijk van je ademhalingswegen. Waardoor je ja dan krijg je een extra weerstand tegen de ingeademde lucht. En dat, uh, ja, dat is juist niet de kant die je op wilt tijdens het sporten. Nee. Dus goed, goed punt. Nog even over dat, nou ja. De studie die ik toch wel. Uh, die is in Amsterdam gedaan met meer dan 3000 mensen. En dat is vanuit de, de, de vakgroep Arbeid. Mm -hmm. uh, en, nou ja. en omdat zij willen kijken. Is dat koud douche, wat levert dat nou uiteindelijk op voor. Ja, aantal ziektedagen hebben ze naar. Gekeken. Oh ja, naar verzuim. Ja. Want ja. denk je, als het dan... Want nou, als het gezond voelt, is, en, en gezond, ook al begrijpen ja. we het niet, niet helemaal, ja. maar laat het nou iets goeds zijn. En, en toen. dan, uh, ja, ik kan... Ja, goed. Het is weer een studie die twee kanten op kan, helaas, ah, Gerrit. Maar het is wel. Uh, ja, 3000 mensen. Die hebben ze. Dat is een de, grote groep. Ja, de helft daarvan, die hebben ze la, een, een maand lang uh, laten koud douchen. Waarbij ze konden... Nou ja, eerst moesten ze of 30 seconden of 60 of 90 seconden koud douchen. Mm. Sowieso de andere groep die douchen normaal uh, en dan na die, die maand zei ze van nou uh, de, tegen de eerste groep probeer door te gaan met het koude douchen uh, en dan de tijd maakt ons niet zoveel veel uit maar in ieder geval ja het liefst hetzelfde als wat je al deed dan hebben ze uiteindelijk gekeken nou dat hield het toch volgens mij denk 65 70 procent kon het volhouden. ja nou dat is al dus, dus heb je ook wel iets van ja, jij bent er geen liefhebber, ik ook niet echt. Uh, doe ja, jij het? het doe kou, jij het? Wat zei je? Doe jij het? Doe, doe jij het? Ja. Uh, nou Mijn vrouw, die zit mij altijd wel te stimuleren. Van uh, ik doe het meestal als ik het ontzettend warm heb. Dus, ja, ja, nee, ja. Dan, kul. Uh, maar uh, doe ja, je het structureel? Nee, niet stru nee, niet structureel. En wel om jezelf even te ja, prikkelen of ja. zo. Maar het, het lukt me niet. Ik vind het niet fijn, ik word er gek van en uh, nee. Ik denk dus, dat nu de, de koud douche adapter, denk je ja, jullie ja. zetten niet door, jongens. Ja, maar ik, ik denk ook door. van ja, kijk eens naar mijn lichaam. Er zit veel te weinig vet. En, uh, <laughs> dus ik ben al zo'n, uh, ja, ik heb gewoon het voor. Nee, dat is het. Nee, maar in maar die goed, studie. Uh, ja, ja, nou, en dan heb je dan, oké, okay, toen hebben ze gemeten eigenlijk, en dat, dan kom je een beetje in een, in een vagere uh, klasse al van het aantal. Illness days, het aantal sickness days en het aantal. Nou ja, dat zijn twee verschillende dingen. Ja, nou, in Engels hebben ze drie woorden voor ziekte: <laughs> ja. disease en dan kun je echt medisch iets aanwijzen. Ja, oh ja, ik ben bij de dokter geweest ja, en jij zegt. hebt uh, een griepvirus ja. te pakken. Ja. Of uh, mee, misschien je hebt zelfs koorts. Nou, ja. illness is van dat jij je ook beroerd voelt, ziek voelt. Oh ja. Nou, en sickness is eigenlijk je gedrag van dat je zegt, nou ja. Uh, Nee, ik, ik doe vandaag rustig aan, want ik oh ja, voel me niet lekker. Ik Ben niet zo lekker. Ja, maar dat gaat het ja. puur om het gedrag. Dus in het Nederlands is dat: ik heb een ziekte. Dat kan zich wel of niet manifesteren in iets waar je last van hebt. Ja. Tweede is: ik ben echt ziek. Ja. Ik lig op mijn bed. De, ja, en en de, de derde de... is: ik ben niet zo lekker. Ja, ja precies. <laughs> nou, en dan bleek juist: ik ben niet zo Een beetje mannenziekte noemen ja. ze dat toch? Ja, Ik ben niet zo lekker. Ja. Dat dat een stukje minder vaak voorkwam na het koude douche. Oh ja. Maar dat, Alleen, dat snap dat ik meteen. Van, ik voel me ziek dat dat niet, niks uitmaakt. Nee, want ik ben niet zo lekker... Is vaak een stukje ja. aanstelleritis. En als jij de mentale kracht ja. hebt... ...om jezelf om die koude douche te stoppen... Ja. ...snap ik ook wel dat je zegt... ...niet zeker ik ga gewoon naar mijn werk. En dat was eigenlijk ook een beetje... ...waar de, de, de groep op wees van... Nou, daar vroegen ze... ...er zijn ook andere lijsten ook gemaakt van... ...nou, quality of life of zin om te werken... ...dat maakte eigenlijk niet zoveel uit. Maar oh. Wat zij wel eigenlijk... Zagen is dat als factor die hier dwars doorheen liep, was aantal uh, ja, beweegmomenten in de dag. Hoeveel jouw... Uh, ja dan hebt, komen we toch ja, weer bij sport uit. En dat uiteindelijk de best voor, ja, voorspellende factor voor de minst mogelijke Verzuimd. sickness days. Ja. Inderdaad. ja. Bewegen was. Zeg het is, echt ja. waar? Ja, ja, ja. leuk. Ja. Nou, dan doe ik nog een pitch. Ik heb wel veel te pitchen over hoe je ons uh, kan steunen en meedoen. Maar um, we hebben natuurlijk rondom deze donkere dagen, december, januari willen mensen natuurlijk goede voornemens. Hebben we al een aantal keer bij bedrijven rondom de Vitaliteitsweek een leuke optreden verzorgd. Uh, dus uh, mocht je nu luisteren en denkt, ja, goh, zie je nou een verzuim? Ik ga dit verhaal bij mijn HR-afdeling neerleggen. Er is een studie die zegt dat mensen die meer bewegen <laughs> minder verzuim hebben. Ja. Wie kan ik nou beter bij ons dat in het bedrijf laten vertellen dan de jongens van de Slim ja. Presteren podcast? We komen met liefde bij je langs. En misschien zitten er al mensen dus die zeggen. Ja, maar ik, ik doe ze al koud. Ja, prima. Nou, maar prima. Uh, koud, hey, uh, uh, prima. <laughs> hey, uh, we hebben nog één ding op te lossen. Ik wil even van Guido horen. Jij, jij zit hier toch enigszins vanuit de medische hoek waarschuwend op de bank. Ja. Ik wil het wel even bij onze sportarts uh, valideren. Ja. Zullen we hem er dus bijhalen? Goed plan. We gaan zoomen met vroemen We gaan zoomen. Guido, goedemorgen. Goedemorgen, Guido. Hey, voor de kijkers goedemorgen, op YouTube. ik heb Ja, ja is de warming uitgevallen bij je? Ja, hoe ik, van het onderwerp alleen al kreeg ik het al koud. Ah, kreeg je ja. de bibbes, hè? Ja, voor de kijkers op YouTube. Guido uh, is weer virtueel bij ons aangeschoven. Ditmaal in een dikke zwarte winterjas. Lekker gewatteerd. Of kom um, jij net uit het... Uh, <laughs> ja, ben je net gaan zwemmen? <laughs> ja, kom je uit het water? Ja, ik heb net even snel even erin gesproken en er weer uit. Heerlijk. Het nou, schijnt goed te zijn. Uh, dat is precies ja. de vraag die we aan jou eens willen stellen, Guido. Want uh, oh, ja. we zijn net uitgebreid uh, het onderwerp uh, kou ingegaan. We hebben geleerd dat uh, ja, extreme kou is natuurlijk een stressor, of het nou lucht is in de omgevingstemperatuur of specifiek water. Dat uh, gaat de vaten afknijpen. Als dat heel veel gebeurt, is dat misschien wel een risico op weefselschade. Het doet iets met de hormonen. Al dan niet, maar niet voor iedereen relevant. Het is natuurlijk mentaal voor mensen, daarom doen ze het allemaal. Het is zo lekker de drempel over. We hebben het ook nog kort even gehad over dat ademen in kou. En dat je moet oppassen ja. met koude lucht zo diep naar binnen te trekken. Maar nu hebben we een vraag aan jou. In je rol als sportarts en algemeen criticaster van dingen die uh, 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 leuk lijken, maar misschien niet zo slim zijn. Dat gedip, dat gezwem in buitenwater, wat uh, op dit moment erg populair is. Sommige mensen bouwen eigen ijsbaden. Is Oeh. dat een. Uh, een goed idee wat jou betreft. En, en zou iedereen daaraan moeten? Nee, dat hoeft niet iedereen aan. Dat, nee. Weet je, dat, ik, ik zou dat ook al zelf al zeker. Ik vind dat helemaal, ben er helemaal geen fan van. Nee, ik heb het uh, ook ik, bij mij nog nooit in mijn trainingsschema gezien. De, de dip en run. Nee, maar als je het. Kijk, er zijn ook zo'n mensen die vinden dat geweldig. En die voelen zich daar heel prettig bij als ze dat, nou ja, als ze dat gedaan hebben. Ja. ja, dan is het echt natuurlijk prima om dat gewoon te doen. Ja. Um, maar als je het gaat doen en je denkt: dan, Oh, mijn god, um, ik vind het verschrikkelijk en ik hou helemaal niet van de kou. Ja, dan uh, is er zeker niet iets van: Ja, maar dat moet je echt doen. Want dan mis je echt iets of je wordt er uh, minder gezond door als je het niet doet. Nee. nee, dat niet. Maar dat sfeertje hangt er af en toe een beetje omheen. Hè? Van uh, we hebben nu toch de nieuwe gezondheidsrevolutie gevonden. We moeten ja. allemaal aan de kou. Werk tegen alles. Ja. ja, zo werken mensen natuurlijk hè, om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen. Dan moet je zeggen: Ja, dit is de Haarlemmerolie. Dit ja. moet je doen en het is overal goed voor. Nou ja, er is natuurlijk niet iets wat overal goed voor is. Maar nou ja, sommigen vinden dit wel goed. Ja. En sommigen uh, vinden daar uh, niks aan. Nou, wij kwamen er ook uit. Je kan, je kan gaan hardlopen of gaan fietsen of uh, gaan zwemmen in koud water. Maar wat ik een beetje op zat, was een beetje de, de mogelijk gevaarlijke kanten. En dan uh, met name nou, koud ja. water, die warmte, die ja. vliegt naar buiten doordat uh, door door warmte eigenlijk zo goed die uh, afgevoerd wordt door uh, door water ja. en plus dan daarbij dan die opmerking van ja je zult dat snel mee als je je armen gaat bewegen zul je ook merken jouw isolatie wordt daardoor weer minder omdat je ineens je ledematen gaat inzetten ja dat geeft krachtverlies coördinatieverlies en voor je het weet zit je daar een beetje te, te te spartelen in het water met alle risico's van dien dat is één en ten tweede is eigenlijk waar toch altijd wordt gezegd ja die cold shock response aan het begin waarbij je even, nou, je gaat hyperventileren, maar ook de belasting voor het hart wordt even gaat een beetje een stukje omhoog, je bloeddruk gaat omhoog, et cetera. Dus ja, nou ja, dat is een, toch een extra challenge, met name denk ik voor mensen die daar uh, nog niet op voorbereid zijn, of ja, mogelijk zelfs uh, ja, met hartproblemen of iets dergelijks uh, te maken hebben. Hoe kijk jij daar als uh, sportarts tegenaan? Ja, 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 die, die eerste... Dat is echt gewoon, hè, als, je, als je erin gaat zwemmen, je raakt gewoon veel warmte kwijt aan de omgeving. Als je stil blijft, dat is het verschil een beetje. Als je in een, cold, als je in een koud bad gaat zitten ja. en je gaat erin onderdompelen en je beweegt niet, dan krijg je, heb je gewoon stilstaand water om je heen. Mm -hmm. En dat, dan gebeurt er minder warmteuitwisseling met de omgeving. Dan als je ergens buiten in een buitenmeer uh, het ijs gaat <laughs> wegpikken en daar gaat zwemmen. Want dan beweeg je en dan heb, krijg je steeds verversing en dan verlies je meer water. Dus het, het risico op onderkoeling is daar natuurlijk groter. En dat is, dat is wel iets waar je rekening mee moet houden en ook gewoon mee bezig moet zijn. Dat je alert blijft en dat je niet steeds um, minder coördinatief kunt bewegen en ook. Uh, uh, cognitief slechter reageert daarop. He, want als je onderkoeld raakt, dan, ja, dan is het eigenlijk meer langzaam in slaap sukkelen, en, en dan is het natuurlijk super gevaarlijk. Ja. Weet jij, uh, jij bent natuurlijk lid van de, de Sportartsenvereniging. Um... Die heeft een naam, maar dat staat hier de op. VSG. Ja, um, daar zijn natuurlijk cijfers worden bijgehouden. Van uh, ja, goed aantal ongevallen, misschien uh, dat hoeft niet meteen uh, tot aan de dood te zijn. Maar of daar cijfers van zijn, of dat ja, of, of dat is toegenomen de laatste uh, jaren. Goeie dat vraag, zo die, uh, die cijfers. Goeie vraag. Ik denk niet dat wij als VSG die cijfers hebben. Dan ik denk dat je dan eerder bij. Um, reddingsbrigades ja. van ja, dat uh, dacht ik dat zwemmen ja. zult moeten zijn of die dat hebben of weten. Ja. Nou, gebeurt dat ook gewoon. Nou ja, ook in de zomer verdrinken mensen ja, ja, uh, nee. om het los te trekken. Ja, ja. ja. Hey, en als, ja we, dus... als we het praktisch, naar nou, praktisch advies brengen, ik merk ik wil twee dingen aan je vragen, namelijk hypothermie onder koeling. Uh, dokter, wat moet ik doen? Stel, ik ben wel net op tijd eruit. En dan? Opwarmen. Ja. Een deken om je heen afdrogen. Ja, ja natte kleren dat... uit? Eigen, eigenlijk is het goed, ja, precies. Eigenlijk zorg je, wil je er in ieder geval voor zorgen dat zo snel mogelijk de warmte afgifte wordt beperkt. Dus inderdaad natte kleren uit afdrogen. En um, nou ja, als je een foliedeken hebt, daarin wikkelen. Zodat je eigenlijk je eigen warmte in ieder geval vasthoudt, mm -hmm. He, dat is, en dan naar een warme plaats toe. Ja. En dan, hè, want ik, ik realiseer me, dit heb ik je wel eens vragen rondom overhitting, namelijk de andere kant van het spectrum. En dan is het dan klaar? Of heb je nog nazorg? Is er, ontstaat er schade die uh, hersteld moet worden? Wat, uh... Nou ja, als je het vertelt zoals we het nu gedaan hebben, dat iemand eruit is en denkt, oh, net op tijd eruit gekomen, ja. dan zal de schade niet heel zijn. Hè? Dan ja. heb je het gewoon heel koud. Ja. En dan duurt het wel eventjes voordat je wel weer warm wordt. Maar je bent, weet je, je bent niet erg uitgehaald door anderen omdat je onwel was geworden, Precies. bewusteloos. Ja. Um, hoe, hoe meer nou ja, een lichaam onderkoeld raakt, hoe gevaarlijker het wordt. En um, daar, dan kun je natuurlijk wel schade krijgen aan weefsel. Maar schade door kou is altijd, nou, is in ieder geval minder erg dan schade door oververhitting. Hmm. Mm -hmm. hmm. Ja, alles gaat gewoon minder werken eigenlijk. Hè. Ja. Is... ja. Nou ja, ja het ja. is bizar. Uh, dat, dat, er is ooit een, een case study volgens mij verschenen uh, van iemand die het overleefd heeft. Ja. En volgens mij een kerntemperatuur werd gemeten van rond de 13, 14 graden. Ah. Ja. Ja, daar ben je echt niet aanspreekbaar. Nee. Dus. Nee, dan het lichaam is anders. Dan gaat hij eigenlijk... langzaam weer ja. opwarmen. Ja. En waarschijnlijk enorme met winterslaap. Wa ja, ja. Alles, alles alleen maar gericht van... Nou, dat hart moet dan misschien eens in de zoveel tijd nog kloppen. Of, uh, ja, Om heel... alleen maar de hersenen nog ja. even een beetje ja. zuurstof te geven. Ja, ja. ja. ja dat, dat soort verhalen zijn er inderdaad. En dat je, he, met name dat ze onder, onder het, uh, in de kou ja. heel erg zijn afgekoeld. En dan. Uh, uh, dus ook niet meer bij bewustzijn, want dan ben je al ja. Ja, onder de dertig, dan is het ook al echt wel buiten bewustzijn. Mm -hmm. ja. En dan is het echt bijzonder dat sommigen dus nog bijgebracht zijn, hè, dat die weer ontwaakt zijn en soms, nou ja, dus ook nog gewoon restloos weer functioneren daarna. Ja. Ja. Uh, en zo restloos van symptomen, ja. dus niks aan overgehouden hebben. Dat je denkt, hoe is het mogelijk? Ja, maar dat is precies het punt wat je zei. De, de warmte doet veel meer schade, ja. geeft dat dan koude? Dus als je bij een harttransplantatie, waar, ja, dat hart wordt altijd op kou bewaard. Ja. Laag metabolisme ja. betekent ja. eigenlijk dat er uh, ja, ook weinig uh, schade kan optreden. Ja. Dus het, uh, ja. Ik ja. realiseer me ook als ik naar ons luister dat we een beetje... We hebben heel genuanceerd alle aspecten van vertellen. Maar we zitten ook een beetje met het vingertje van... oeh, 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 dit kan wel eens gevaarlijk zijn. Ik weet dat wij wel eens uh, heel erg hebben geageerd... naar iemand die zo over hardlopen heeft gesproken. Namelijk, die had een filmpje gemaakt over hoe gevaarlijk... Ja. marathonlopen wel was, wel niet was, zonder te vertellen... hoe genuanceerd leuk het ook was. Moeten we nog even kijken voor al die enthousiastelingen... Uh, door vrienden, familie, die allemaal koud water dippen in de winter... hoe je dat dan veilig kan doen. Waar, waar moet je dan wel op letten? Ja, ik wil even nog, denk ik, wat het gewoon is. Ik, ik, ik lees gewoon in de wetenschappelijke literatuur... vanuit de, een aantal deskundigen die hiervoor waarschuwen. Ja, ja, met eens. name aan, aan die gevaren. Ja, kijk, zoals ik het zie is... En ik, ik, mijn goede vriend van mij in, in Genève, die, uh, die doet het ook. Die dipt. En, ja, maar dan is het volgens mij een van de stelregels van... bij zoveel graden vorst kun je dan uh, ja, zo lang in het water... Ik weet, het is niet van bij één graad vorst dan één minuut en bij twee, twee, zoiets. Maar er is zoiets. Dat is een formule. Ja, en daar da heel rustig beginnen, gewoon. Daar begint het al mee. Uh, niet alleen gaan, dat is ook al een ding. Ja, uh, ja, ja. Uh, ja, ja. dicht bij de kant zitten, zeg maar. Uh, ik denk dat dat gewoon, ja. Die en ergens hoor ik liek. dan wel tussen de neuslippen en lippen door. Misschien wel eens heel erg oppassen met zwemmen. Ja, ja, als je ja, dat ja, doet, precies, gaan je maar je, dippen is. Wat, ja. ja, dippen is echt wel heel wat anders. Dan zwemmen da, in ja. open water. Ja. Weet je, open water zwemmen moet je überhaupt nooit alleen gaan doen dan. Nee, ja. precies. Dat is in de zomer ook eh, niet zo? Ja. Nee, nee, maar dan is het gevaar op onderkoeling, uh, zeker uh, als het zo warm is ondertussen, is het gewoon heel, heel klein. Hè? Ja. Dat, gaat, dat gaat dan niet gebeuren. Maar nu, als je stel dat je dat in de winter nu gaat doen en het water, uh, nou, het is dat er nog geen ijs ligt, maar het water is gewoon uh, 5 graden. Ja, dan is het gevaar op onderkoeling ja. als je daar gaat zwemmen natuurlijk nou ja, vrij groot aanwezig. Ja. En dan moet je, weet je, dan moet je nooit alleen gaan en zorgen dat je ook gewoon aan de kant langs blijft, dat iemand je in de gaten kan houden. En dan is het ook gewoon verantwoord en dan kun je er nou ja, prima plezier aan hebben. En, en met dippen is natuurlijk eigenlijk: ja, dat is vaak. Of je doet dat zelf in een bad, wat je buiten hebt staan. Ja. Dan is er nou ja, ook een, een, een risico van niks. En als je dat in een meer doet, dan is het ook gewoon even... Meestal wandel je erin ja. je, uh, tot aan je knieën of tot aan je, uh, tot aan je kruis. En dan ga je zakje door je knieën en dan ga je onder. En dan ga je weer staan. Ja. 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 ja, dat is denk ik ook de waarschuwing van, die ik lees. Waar het, als je per ongeluk in het water valt, je hebt de neiging om te gaan spartelen... om, om te gaan zwemmen ja. of... Uh, maar dat is nou, dus, een dus meer in een man over boord situatie. Ja, maar in, het, het is dus heel uh, veel beter eigenlijk om... Niks te doen, inderdaad, niet te willen gaan zwemmen meteen, want dat geeft gewoon een extra risico. En, ja, uh, ja. En dat is dan vast weer in lijn met de mensen die dat doen vanuit ja. ademhalingstechnieken ademhalingstechniek ja. en weet ik veel. Maar let dan op, als het echt vries, niet te diep zuigen hè, met die ademhaling, nee. want dan is het weer slecht voor de longen. Het is een complex topic eigenlijk. Wel ja. allerlei systemen of je, die er maar kan je mond afplakken en dan je neus gebruiken. Dat is ja. waar, dan nou. heb je in ieder geval weer wat extra ja. verwarming. Ja. Ik ben ja, waarom ben jij zo'n uh, jij bent ook geen liefhebber ervan. Guido, is dat uh, jouw uh, gebrek aan, 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 aan vetlaag bijvoorbeeld? Of ja, ik denk heb het je in het, in het verleden uh, vervelende ervaringen ervaring gehad? Het nou, wijwater nou, in Limburg toen? In, ja, dat uh, was het dan niet. Maar ja. ik heb wel zeg maar, met, met, met sportwedstrijden in het verleden... dat ik erachter kwam van... Nou, als het warm was, dan kon ik daar prima ja. mee omgaan. Maar als het koud werd, dat ik dacht... Ben, wat is dit <laughs> verschrikkelijk. En ik, eh, dat je werkelijk helemaal vastdraait... En vastvriest op je fiets. En je denkt, oh, het gaat echt niet meer. En dan is met name je, ja. je handen, en je vingers, dat je daar wel eens bevriezingsverschijnselen aan hebt gehad. En dat doet zoveel pijn, dat vergeet je dan niet meer. Ja. En dan denk je, oh, dat wil ik niet meer. Nee, het materiaal is ook echt veel beter geworden. Hè? Voor, voor handschoenen. En vroeger met ja, overschoenen hadden ze vroeger ook nog niet. Nee. En nou, nee. dat je thuis komt en je voeten echt niet. Gewoon met die ijsklompjes thuiskomt en zo denkt en ja. inderdaad ja dan probeer je nog iets te bewegen nou dat is gewoon een hel en dan denkt wat een doe hel. ik hier ja. maar achteraf ja. is het een mooi verhaal ja hoor. weet ik niet ik zal nooit ja. vergeten ik heb een keer hier bij het Grote meer Grote meer games ja. gedaan in februari met min een natte sneeuw ja dat ja. we ja. daar ook stonden met Matthijs en een paar clubgenen oh, ja. waarom staan we ja. hier wat gaan we doen maar toen zijn we wel gegaan nou, okay. precies wat jij beschrijft, Jullie. Maar... Dan zit je op die fiets. Uh, ja. En wat ik, wat ik nooit zal vergeten, op een gegeven moment kwam je dan bij de auto. <lacht> <lacht> Toen kon ik niet meer mijn rits open doen van oh, ja. ja. de zak, laat staan om mijn auto open te doen. Dus ik, kon ook nog, ik moest door iemand anders vragen: <laughs> Wil je mijn auto sleutel <laughs> pakken? <lacht> en de boel openmaken. Ja, nee, ja. Dus, uh, maar nogmaals, achteraf is dat wel een mooi episch verhaal. We kennen de verhalen, ja, ja toch? Vroeger. Ja, vroeger. Vroeger. ja, toen toen ja ik koud. ken dat ook wel van mensen ja. die dan eens met een duathlon, waar het te koud werd um, en na het fietsonderdeel veel te koude handen hadden gekregen mm. en die helm niet meer afkregen. Dus, dus ja, wat, 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 wat doe je na een paar minuten klooien Dan ga je dan met die helm rennen. Ja. Extra. Heb je helm nog op? Ja, weten! Ja, ja ik, krijg hem hier, ik krijg hem er nu wel af. Ja. Ja. Mooi. Hé, hey, wat je dan zou kunnen doen, nou, dat helpt niet voor koude handen. Maar ik heb hier een, <laughs> een, een mooi slimmer presteren pakket staan. Want uh, Sinterklaas is inmiddels in het land. Uh, vorige week hebben we onze uh, boekenwinkel geopend online. Daar zit al best wat verkeer in. Als je dat niet uh, gehoord hebt, uh, kom vooral klikken. Slimmerpodcast.nl slash webshop. En morgen gaan we naar Soesterberg, Soesterdal. Leuke groep uh, gaan we daar treffen en bij elkaar. En in deze doos neem ik het nieuwste merchandise item mee. We hadden het er eerder in deze aflevering al over: De Buff. Dus iedereen die uh, morgen bij Soesterdal is, wel even een kaartje bestellen: 7,50 euro. Of als je vriend van de show bent, zelfs daar dan weer 25% korting op. Uh, dan krijg je een Buff en wat consumpties. Dan gaan we lekker proefjes doen met wind. En uh, als het echt uh, koud wordt, want voorspellingen zijn nog aardig, geloof ik. Dan uh, doe je de buff maar lekker ja. aan. En dan uh, ben je lekker warm, toch? Effect van de Jelic. buff op jouw loopvermogen. Precies. In, in, kunnen we dan meteen even meetesten mee ja. in de slipstream. En uh, nou ja voor alle Sinterklaaslijstjes en alle uh, kerstboomverlanglijstjes... Uh, ga eens naar slimmerpodcast.nl slash webshop. Zoek een leuk boek uit of een leuk merchandise item. Een leuk hardloopshirt. En uh, leg uh, laat hem onder de boom leggen. Dan uh, kunnen we met z'n allen daar uh, een mooie feestdagen van maken, toch? Ja. Helemaal goed. Leuk. Guido, dankjewel voor je inzichten. Uh, je kan weer lekker opwarmen daar. En uh, volgende week moeten we dan eindelijk het maar eens uh, gaan hebben over dat... Ge... Nou, niet het geheim, maar uh, dat, dat lopen. En dat samen trainen met jou. En hoe we zorgen dat we op weg naar de Rotterdam Marathon op uh, 16 april 2023... ...we een nog snellere tijd gaan neerzetten. Wat is daarvoor nodig? Ik ben benieuwd. Ik ook. Guido, tot volgende, alles, tot volgende week. Tot volgende week, Guido. Hoi, hoi, hoi. hoi. hoi, hoi. Jürgen, tot volgende tot week. Tot volgende week. Hoi. Hoi.